Heidi liep naast tante Dete over een voetpaadje dat omhoog kronkelde door de bergen van Zwitserland. Ze had bijna geen adem meer, want het pad was steil. En bovendien praatte Heidi ook nog aan één stuk door. Waar gaan we eigenlijk naartoe, tante? Dat heb ik je toch gezegd, Heidi. Naar opa. Maar wat gaan we daar dan doen? Dat zul je wel merken, Heidi. Ik heb nu lang genoeg voor je gezorgd. Nu moet opa je maar verder opvoeden. Ik ken opa helemaal niet. Is opa lief? Je zult wel aan hem wennen, hoop ik. In elk geval heb ik nu een baan in de stad en kan ik jou niet langer om me heen hebben. Ik heb nu lang genoeg vader en moeder voor je gespeeld. Vertelt u nog eens over papa en mama? Ach, kind. Wat moet ik daar nou over vertellen? Dat is zo'n nare geschiedenis. En het is alweer jaren geleden. Jij was pas 1 jaar toen dat ongeluk gebeurde. Opa, er staat zo'n harde wind, man. Zou u het vuur niet eens doven? Er komen allemaal vonken uit die schoorsteen. Oh ja. Nou, ik zal straks eens gaan kijken. Straks? Moet je zien wat een vonken. Ze waaien over alle daken van het dorp. Oh, lieve help. Daar staat al een huis in brand. Wat zeg je me nou? Waar? Die boerderij daar ginds. Oh, en daar staat er ook nog een licht te laaien. Oh, dat komt allemaal van die vonken uit uw schoorsteen. Lieve help, we moeten onmiddellijk gaan blussen. Tobias! Ja? Tobias! Ja. Tobias, kom eens gauw. Ja. En pak een emmer. Een emmer. Ja, vader. Ik... En vlucht er naartoe. Ja, vader. Tobias! Kijk, die stal daar is. Er zitten nog koeien in. Oh, die arme beesten. Haal ze eruit. Nee, niet naar binnen. Tobias, dat is veel te gevaarlijk. Ik moet die beesten redden. Nee, Tobias. Tobias. Arme Tobias. Hij wilde de koeien losmaken, maar op dat moment stortte het dak van de stal in. Jouw vader verbrandde. Samen met de koeien. Wat vreselijk. Ja. Jouw vader is als een held gestorven, Heidi. Oh. En mama? Jouw mama is een half jaar later gestorven. Van verdriet. Mijn mama. En opa? Jij vraagt wel veel. Nou ja. Opa die is nogal veranderd. Dat zul je wel merken. Vroeger was opa heel rijk. Maar toen wilden de mensen dat opa al die afgebrande boerderijen zou betalen. Want door de vonken uit zijn schoorsteen was die brand ontstaan. En opa moest alles verkopen wat hij had. En nu woont hij in een klein hutje. Helemaal bij het topje van de berg. De mensen noemen hem dan ook opa boven.
Heidi en tante Dete klommen steeds verder langs het steile pad. Soms gingen ze rakelings langs een diepe afgrond of schuifelden ze over een wankel bruggetje. Dan weer liepen ze door het hoge gras van een bloeiende alpenweide. Hé, ik hoor geiten. Ja, ja. Oh, en daar heb je de geitenhoeder. Dag, jongen. Hoe heet jij? Ik heet Peter. Oh. Zo, Peter. Is opa boven ook thuis? Ja, maar ik zou er maar niet naartoe gaan. Hij is vreselijk kwaad en hij scheldt iedereen uit. Ik ga bij opa logeren. Nee, toch? Dat moet je niet doen. Kom, Heidi, doorlopen. We zijn er bijna. Oh, is me dat klimmen. Oh, ik zie een huisje. En er zit een hele boze meneer voor de deur. Ga weg. Bij mijn hut vandaan. Dat is opa. Goedemiddag, opa. Wat moet dat hier? Ga van mijn erf af. Vorst, weg bij mijn huis. Ik ben het opa, Dete. Dete? Ik geloof dat ik herken. Wat moet je? Kun je me niet met rust laten? Ik kom Heidi brengen. U weet wel, het kind van Tobias en Adelheid. Ze heeft een klein meisje bij zich. Tegen wie praat opa nou? Oh, hij praat tegen zichzelf. Ze zeggen dat u dat vaker doet. Dat komt omdat u alleen is. U zult Heidi wel niet meer kennen, opa. U heeft haar niet meer gezien sinds haar eerste verjaardag. U weet wel, de dag van het ongeluk. Ongeluk? Ja, ja. Daar weet ik alles van. Ik kom dus Heidi bij u brengen. Zij komt Heidi bij mij brengen. Wat? Wat moet ik met dat kind? U moet hem verder groot brengen. Ik heb nu 4 jaar voor haar gezorgd en nu is het uw beurt. Ben je nou helemaal gek? Als dat kind straks gaat huilen, wat moet ik dan? Ja, dat is uw zaak. Toen ze 1 jaar was, werd er ook niet aan mij gevraagd wat ik moest beginnen als ze ging huilen. Ik zat ook zomaar met dat kind opgeschikt. Wel heb ik van mijn leven. Dat is toch een topper. Maar jij bent een vrouw. Nou, en? En ik ben maar een oude man. Juist. Dan kunt u mooi op Heidi passen. U heeft toch niks te doen, terwijl ik een baan heb. Ik ga werken bij een heel deftige familie in Frankfurt. Zij gaat werken bij een deftige familie in Frankfurt? Wat interesseert mij dat? Ik moet dat kind niet. Ik ook niet. U ziet maar wat u met Heidi doet. Ik moet er vandoor. Goedemiddag, Sam. Voor opa nog wat zeggen kon, had tante Dete zich al omgedraaid en met 3-4 sprongen verdween ze om de hoek van het rotspad. Het ging zo vlug dat zelfs de geiten van Peter er met bewondering naar keken. En die waren toch wel wat gewend. Opa ging zitten op de bank voor het huisje en begon driftig een pijp op te steken. Hij zei geen woord en staarde somber voor zich uit. Ondertussen liep Heidi om het huisje en ontdekte daar een kleine stal. Er was nauwelijks plaats voor 2 geiten. En Heidi begreep dat opa erg arm moest zijn. Heidi liep nog verder om het huisje en zag een prachtig dennenbos waar de wind doorheen ruiste. Bij een volgende bocht glinsterde sneeuw tegen een berghelling. Daar begonnen de gletsjers. Ze liep nog een hoek om en kwam weer bij opa. Heidi ging vlak voor hem staan, met haar handjes eigenwijs op de rug. Wat wil je nou? Mag ik de hut eens van binnen zien? Hut? Dat is mijn huis. Heb ik zelf gebouwd. Van wel 100 boomstammen. Oh. Zijn er veel kamers? Kom maar mee. Dan zal ik je alles laten zien. Ze gingen naar binnen. De hut bestond maar uit 1 enkel vertrek. Een grote, vierkante ruimte met ramen aan 3 kanten. Er stond een eenvoudige, ruwe tafel met een houten kruk. Verder was er een soort stenen kachel en een kast. Dat was alles. Waar moet ik nou slapen, opa? Je zoekt maar een plekje. Nu zag Heidi pas een laddertje in de hoek van de kamer. Ze klom er een paar treden op en vond toen een luik. Het was het luik van de hooizolder. Wat ruikt het hier lekker. En wat
een zacht hooi. Oh, hier wil ik slapen. Mag dat, opa? Ja, doe maar. Plaats genoeg. Ik ga meteen mijn bed opmaken. Hier ga ik met mijn voeten liggen. Zo, en daar maak ik een kussen van hooi. Zo. Oh ja. Oh. Oh, nu lig ik met mijn hoofd vlak bij het raam. Wat kun je hier verkijken? Helemaal tot aan het eind van de wereld. Kom eens kijken, opa! Ja, dat uitzicht ken ik wel. Ik zal maar eens wat te eten maken. Maar je zult wel honger hebben, na die lange reis. Daar had Heidi nog helemaal niet aan gedacht. Maar nu voelde ze pas wat een honger ze had. Opa hing een keteltje boven de kachel, blies het vuur wat op, nam een stuk kaas uit de kast en begon dat te roosteren. Het rook heerlijk. Even later zaten ze bij de houten tafel. Opa op de kruk en Heidi bovenop het tafelblad. Ze aten gesmolten kaas met brood en dronken verse geitenmelk uit houten nappen. Opa werd steeds vriendelijker. Ze vindt het best lekker, geloof ik. Heeft u tegen mij, opa? Ach ja, ik praat nog steeds in mezelf. Maar dat hoeft nou niet meer, want we zijn nou met z'n tweetjes. Ja. Opa moet er nog aan wennen. Gezellig, hè, opa? Maar ik word wel een beetje moe, hoor, van op de tafel zitten. Ach ja, wat dom van me. Morgen dan ga ik een stoel voor jou maken. Oh. En een bedje. En een kapstokje voor je kleren. Wat hebben kleine meisjes nog meer nodig? Oh. Ik moet er nog helemaal aan wennen. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Zo ging de eerste dag voorbij. En hij eindigde heel wat prettiger dan hij begonnen was. Drie jaren gingen voorbij. Daarboven in die kleine berghut in de Zwitserse Alpen waren een paar mensen heel gelukkig. Heidi had ook een paar speelkameraadjes. Dat waren de geiten Beerli en Schwanli. Vaak trok ze met Peter de geitenhoeder en alle geiten van het dorp de bergen in, op zoek naar een groene alpenweide. Dit gras ziet er mals uit. Hier kunnen de geiten wel een tijdje staan. Ja hoor. Hey, zullen we een tikkertje doen, Heidi? Nee, laten we meneer Echo gaan roepen. Ja, dat is leuk. Echo, ben je daar? Peter! Heidi! Jolijmi! Hé, zeg Peter, waar komt dat water vandaan? Dat beekje? Oh, van heel hoog, uit de bergen. Zullen we eens gaan kijken? Nou, dat is een heel eind klimmen. Daar krijg je honger van, hoor. Ah, wat geeft dat nou? Ja, doe nou, joh. Dan krijg jij een stuk brood van mij. Nou, vooruit dan maar. Geef me je hand, dan trek ik je wel naar boven. Ze klauterden langs de gladde berghelling naar boven. Maar omdat ze af en toe weer een stuk naar beneden gleden, schoten ze maar langzaam op. Eindelijk hielden ze stil bij een klaterende waterval. Hier is het. Verder ga ik niet. Oh, wat een lawaai. Goh, maar dat water komt toch niet zomaar uit de lucht? Waar komt die waterval nou vandaan? Uit de rotsen, dat zie je toch? Oh, kunnen we daar dan niet heen? Naar het begin van het water. Ja zeg, dan krijg ik weer honger. Nou, dan krijg je ook nog een stuk kaas van me. Vooruit dan. Ze klommen nu langs scherpe rotsen naar de rand van het sneeuwgebied. En daar, bovenop de bergkam, vonden ze een klein meertje. Het was er doodstil. En je kon zo ver zien dat het wel leek of je bovenop het dak van de wereld stond. Oh,
Hier begint de beek echt. Als het warm wordt, dan smelt de sneeuw. En dan loopt het meertje over. En dan zo naar omlaag. Steeds verder. En waar gaat het dan naartoe? Naar een heel grote rivier. Naar de Rijn. En waar gaat de Rijn dan naartoe? Naar Duitsland. En dan naar Nederland. En dan naar de zee. Zullen we daar ook eens gaan kijken? Dat is veel te ver. Wel 1000 keer zo ver als we nu gelopen hebben. Oh, dan krijg je vast veel te veel honger. Ja. Heidi was een schrander meisje. Ze was nu al 8 jaar en samen met Peter ging ze naar school in Dorfli. En omdat dit plaatsje nogal ver van de berghut lag, sliep ze vaak bij de moeder van Peter. Moeder Brigitte was erg arm. De hele dag moest ze weven en spinnen en nog verdiende ze te weinig geld om er wit brood van te kopen. Daarom aten ze bruin brood. En dat was eigenlijk maar beter, want bruin brood is veel gezonder dan wit. Op een dag kwamen er nieuwe klokken voor de kerk. Dat was een groot feest, want iedereen mocht meehelpen de klokken naar boven te hijsen. Terwijl ze daarmee bezig waren, gebeurden er bij moeder Brigitte heel andere dingen. Die middag was opa bij haar op bezoek. Moest u niet meehelpen met de klokken, opa? Nee, Brigitte. Dat laat ik maar aan anderen over. Ik heb in mijn leven genoeg gesjouwd. We krijgen geloof ik bezoek. Ja. Ja, kijk, daar houdt een rijtuig stil. Alsjeblieft, kijk nou eens wat eruit stapt. Het is een echte chique dame uit de stad. Ken jij die mevrouw, opa? Wacht eens. Dat is Dete. De tante van Heidi. Goedemiddag, Saan. Kent u me nog, opa? Jazeker. Maar wat ben jij veranderd? En wat doe je met die malle hoed met veren op? Dat hoort zo. Ik werk bij de familie Seeseman. Een heel deftige familie in Frankfurt. Oh. Het zijn schatrijke mensen en reusaardig zijn ze ook. Maar ze hebben een dochtertje met verlamde benen. Dat kind zit de hele dag maar in haar rolstoel. En ze zou zo graag wat gezelschap hebben. Daarom kom ik Heidi ophalen. Dan kunnen die twee misschien vriendinnetjes worden. Heidi ophalen? Hoor ik dat goed? Daar komt niks van in. Nou zeg, u hoeft niet zo'n toon aan te slaan. Het zou voor Heidi een reuzenkans zijn. Zij krijgt daar in Frankfurt een geweldig goede opvoeding, prachtige kleren en het lekkerste eten en een eigen slaapkamer. Dat is nog eens wat anders dan die kale hut van u. Je wordt bedankt. Het is echt het beste voor Heidi als ik er hier weghaal. Zo. Eerst wou je er niet hebben. En nou heb je er opeens weer nodig. Zeker om in een goed blaadje te komen bij die deftige familie. Ach, u denkt alleen maar aan uzelf. Denk nou eens 1 keer aan het kind. Aan haar toekomst. Ik denk maar aan 1 ding. Hoe ik jou zo gauw mogelijk de deur uit kan krijgen. Voort, deur uit. En laat ik je nooit meer zien. Wegwezen. Nou ja, met u valt niet te praten. Dan moet u het zelf maar weten. Goedemiddag. Zo, die is weg. Nou. En dat is maar gelukkig ook. Stel je toch eens voor, ik zal me mijn kleine Heidi een beetje in de stad laten bederven. Dan komt ze zeker ook met zo'n malle hoed met veren terug. Dat is toch te gek om los te lopen. Heidi is geen meisje voor de stad. Die hoort echt in de bergen thuis. Zo is het. Wij begrijpen elkaar. Opa en moeder Brigitte waren het roerend met elkaar eens. Wel een uur lang bleven ze nog napraten over de kleine Heidi. Over Zwitserland en de mooie bergen, de geiten, de herten, de edelwijs. Maar als ze geweten hadden wat tante Dete ondertussen in haar schild voerde, hadden ze niet zo rustig zitten kletsen. Dag Heidi. Jij kent tante Dete toch nog wel, hè? Zo.
Kijk eens wat ik voor jou heb meegenomen. Een prachtige jurk. Oh, wat mooi. Wat ziet u er ook mooi uit. Ja, zo kun jij er ook uitzien. Zou je er iets voor voelen om een tijdje bij een vriendinnetje te logeren? Ik weet niet. Waar woont ze dan? Bij heel aardige mensen. We zouden eens kunnen gaan kijken. Nu? Meteen? Waarom niet? Dan moet ik eerst aan opa vragen. Nee. Weet je wat, Heidi? Wij gaan opa verrassen. Wij kopen een mooie pijp voor hem. En dan als je terugkomt, geef je hem die pijp cadeau. Oh ja, leuk. Vanavond zijn we toch weer terug, hè, tante? We zullen zien. Wij gaan eerst met het rijtuig naar het station. En daar stappen we in een echte trein. Spannend, hè? Heidi liet zich gemakkelijk meelokken door tante Dete. Dat kwam omdat Heidi altijd alleen maar goede dingen van de mensen dacht. Voor ze het wist, zat ze in de trein naar Frankfurt en reed steeds verder bij opa vandaan. Waar we naartoe gaan. Clara. Kan ze echt niet lopen? Nee, ze zit de hele dag in een rolstoel. En als ze naar een andere kamer wil of naar de gang, dan moet ze geduwd worden. Daarom zal ze blij zijn als jij komt. Terwijl Heidi en tante Dete door het Zwitserse hooggebergte reden, zat in Duitsland een hulpeloos klein meisje met verlangen uit te zien naar de komst van haar nieuwe vriendinnetje. Om de zoveel tijd tuurde ze naar het eind van de straat. Zou tante Dete met het nieuwe vriendinnetje er al aankomen? Maar nee, er was niets te zien. Af en toe snerpte er door de kamer een nare stem. Clara, ga weg bij dat raam. Straks word je nog kou. Dat was juffrouw Rottenmeier, de gouvernante van Clara. Een heel strenge dame met stijve kleren en bleke wangen en een heel ingewikkeld kapsel waardoor ze met haar hoofd alleen maar nee kon schudden. Want als ze ja zou knikken, dan raakte dat stijve kapsel meteen in de war. En omdat ze overal nee op zei, gebeurde er nooit eens iets leuks. Luister je, Clara? Ik verbied je bij dat raam te zitten. Ja, juffrouw Rottenmeier. En mocht dat meisje straks komen, dan zullen we eerst eens even zien of ze wel goede manieren heeft en keurig is opgevoed. Anders sturen we haar direct weer terug. Dat begrijp je zeker wel. Ja, juffrouw Rottenmeier. Oh, daar is ze. Doe gauw open. Daar hebben we de huisknecht voor. Sebastiaan, kun jij eens kijken wie er is? Zeker, juffrouw Rottenmeier. De huisknecht maakte een kleine buiging en liep naar de voordeur. Daar waren ze eindelijk. Heidi en tante Dete. Doodmoe van de lange reis. Hallo. Goedemiddag, Sam. Is dat het kind? Oh, wat ziet er lomp uit. Met die bespottelijke bergschoenen. En ze zit ook nog onder het stof. Ze moet maar direct een bad. Ik heb zo'n honger. Gaan we niet eerst eten? Dineren doen we hier pas vanavond om 19:30. Sebastiaan. Breng jij het kind direct naar de kamer. Dete en ik hebben nog het een en ander te bespreken. Zeker, juffrouw Rottenmeier. Er viel nog heel wat te bespreken. En geen erg prettige dingen. Juffrouw Rottenmeier was woedend op tante Dete. Wat heb je nu in huis gehaald? Een boerendrie naar het binnenland? Dat is toch zeker geen gezelschap voor onze Clara? Nou, Heidi is een heel lief meisje met een goudeerlijk karakter. Echt een natuurkind. Oh, een natuurkind. Een boerentrien uit het binnenland bedoel je. Zonder een greintje beschaving. Ze komt zo uit de geitenstal. Dat zie je meteen. Het is belachelijk. Ik wil dat je de morgen meteen weer terugbrengt. Maar zo gemakkelijk ging dat niet. Want al keek juffrouw Rottenmeier op Heidi neer, Clara voelde zich juist erg aangetrokken tot haar nieuwe vriendinnetje. Ze smeekte haar vader of Heidi alsjeblieft mocht blijven. De vader van Clara, meneer Seeseman, nam meteen een beslissing.
Ik ga voor een paar weken naar Amerika, zei hij, en tot zo lang mag Heidi hier blijven. Misschien heeft juffrouw Rottenmeier dan ondertussen wel een echte dame van Heidi gemaakt. De strenge gouvernante probeerde nog wat tegen te pruttelen, maar in haar hart vond ze het ook wel weer leuk om dit boerenkind onder handen te mogen nemen. Ze zou beginnen om Heidi lezen en schrijven te leren, en borduren en piano spelen en te leren met mes en vork te eten en ja, juffrouw Rottenmeier te zeggen en een buiginkje daarbij te maken. Ja, juffrouw Rottenmeier. Best juffrouw Rottenmeier. Zeker, juffrouw Rottenmeier. Ik zal mijn best doen, juffrouw Rottenmeier. Goed, juffrouw Rottenmeier. Wanneer de strenge gouvernante er niet was, speelde Heidi met Clara in de tuin. Of ze liep naar de zolder en deed alsof ze in de hut van opa was. Ze verlangde zo vreselijk naar hem. Naar de geiten, Berli en Schwanli. En naar het geurige hooi van haar slaapkamertje. Maar het meest verlangde ze toch naar de machtige bergen van Zwitserland. In Frankfurt zijn geen bergen. En één keer klom Heidi in het topje van de kerktoren, in de hoop dat ze in de verte een stukje van Zwitserland kon zien. Maar Zwitserland was zo onnoemelijk ver weg. Gelukkig waren er ook prettige dingen. Van Sebastiaan, de huisknecht, kreeg hij die 3 jonge poesjes. En soms kwam de oma van Clara een paar dagen logeren. Dan was het feest in huis en mocht hij die meehelpen met zilverpoetsen en krentenbrood bakken. En ook nam de koetsier de meisjes een keer mee toen er een veulentje werd geboren. Het was op die dag dat er in het leven van Clara een groot wonder gebeurde. Ach, kijk eens, wat een lief veulentje, Heidi. Oh, hij trilt over zijn hele lijfje. Dat komt omdat hij probeert op te staan. Kijk, Clara, hij komt overeind. Knap, hè? Wat is er, Clara? Waarom huil je? Ik ben nog dommer dan een dier. Want het veulentje, dat kan wel op zijn benen staan. En ik niet. Maar je probeert het ook nooit, Clara. Waarom doe je niet eens je best om overeind te komen? Dat kan ik niet. Ik heb veel te slappe benen. Tenminste, dat zegt juffrouw Rottenmeier altijd. Als je maar echt wil en niet zo bang bent. Doe, vooruit, Clara. Laten we het eens proberen. Ik hou je heel stevig vast. En ja, kom langzaam overeind. Ja, ja. Voorzichtig. Ja. Het gaat niet. Ja, wel. Doorzetten, Clara. Doorzetten. Zo. Ja, ja. Je staat. Je staat. Ja. En nu laat ik je voorzichtig los. Nee. Staan blijven. Ik val. Nee, je valt niet. Staan blijven. Kijk naar het veulentje. Die blijft ook staan. Ja, het gaat. Ik kan staan. Ik kan staan. Oh, Heidi. Wat zelfs de knapste dokter niet gelukt was, gebeurde nu zomaar vanzelf. Clara liep. Een paar pasjes maar ze liep, helemaal op eigen kracht. Haar benen waren niet langer gevoelloze ledematen die zomaar een beetje aan haar lichaam bungelden. Nee, voor het eerst kon zij ze echt gebruiken, net als andere meisjes. Het was een wonder. Clara en Heidi besloten om er tegen niemand iets van te zeggen. Eerst wilde Clara echt helemaal goed kunnen lopen en rennen en trappen klimmen. Een paar weken later kwam er een brief uit Amerika. Ah, een brief van meneer Sezerman. Oh, wat staat erin? Yes, even wachten. Beste mensen, als alles goed gaat, kom ik vrijdag de 25e om 5:00 thuis. Ik hoop dat jullie... Dat is vandaag! Oh, oh, oh.
Huizeman. Dag, Sebastian. Zo, daar ben ik weer. Oh, wat een verrassing. Ja, dat is het zeker. Had u niet eerder kunnen schrijven, meneer Seesman? Ik kreeg net uw brief. Ach, ik heb de brief op de boot geschreven. En die is natuurlijk met me meegereisd. Zeg, waar is Clara? Hier, boven aan de trap. Clara? Wat is dat? Je staat? Ik kom naar beneden. Nee, dat kan niet. Wees voorzichtig. Anders val je. Nee hoor, ik kan weer lopen. Kijk maar. Oh, dat is ongelooflijk. Een wonder. Oh, Clara, mijn kleine meid. Je loopt. Ja? Hoe heb jij dat geleerd? Heidi heeft me geholpen. Oh, ja, dat was een grote verrassing voor meneer Seesman. Maar hoe ging het ondertussen met opa en Peter, daar in het verre Zwitserland? Tja, daar was inmiddels de winter ingevallen. De bergen lagen onder een dikke laag sneeuw. Opa zat hele dagen stil bij het vuur, bibberend onder een oude deken. Want de noorderwind joeg dwars door de spleten van de houten hut. Opa miste Heidi heel erg. En hij hoopte nog steeds op een brief van zijn kleine meisje. Eindelijk, na maanden, kwam Peter de berg op met een dunne envelop in zijn koude knuisje. Opa, een brief met een vreemde postzegel erop. Zou die van Heidi zijn? Geef maar eens hier, jongen. Ja. Mijn vingers trillen zo. Ik krijg hem bijna niet open. Doe jij het maar. Ja. Nou, laat maar eens kijken. Wat staat hier? Aan de grootvader van Heidi. Hier een groet vanuit Frankfurt van de familie Seesman. Heidi maakt het uitstekend. In het begin had zij last van heimwee, maar zij is nu geheel gewend. Ook maakt zij goede vorderingen en zij is een echte stadse dame aan het worden. Vriendelijke groeten, hoogachtend, mejuffrouw T.H. Rottenmeier. Dat is geen brief van Heidi. Het is van een mevrouw. Schrijft Heidi zelf niks? Nee, jongen. Heidi is ons vergeten. We moeten proberen haar ook maar te vergeten. Dat is het beste. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Als Heidi niet terugkomt, dan... Dan kan de hele wereld... Wat de hele wereld kon, dat hoorde opa niet, want Peter gooide de deur met een klap achter zich dicht. Even later liep er een eenzaam figuurtje door de eindeloze witte wereld buiten. Er gebeurden vreemde dingen in huizen Seesman. Eerst kregen de dienstmeiden het op hun heupen. Ze hoorden 's nachts geritsel op de zolder en voetstappen op de trap. En iedere morgen stond de voordeur open. Sebastian, de huisknecht, moest er eerst hard om lachen, maar toch vertrouwde hij het zaakje niet. Vooral die open voordeur, dat beviel hem niet. Misschien waren er wel dieven of inbrekers op pad, of studenten die een grap uit wilden halen. Sebastian besloot om voor de veiligheid maar extra grendels op de voordeur te laten maken. Maar dat hielp niets. De volgende morgen stond de voordeur weer wagenwijd open. En juffrouw Rottenmeier had midden in de nacht op de trap een witte gedaante gezien. Ze was volkomen overstuur. Nu werd het toch echt te gek. Sebastian besloot samen met meneer Seesman bij de voordeur de wacht te houden. Voor de zekerheid had meneer Seesman een oude revolver bij zich gestoken. Nu was het wachten tot de klok het middernachtelijk uur aangaf.
Ik geloof dat we hier wel voor gek zitten, Sebastiaan. Ik weet het niet, meneer Sesemann. Het is zo griezelig stil in huis. Daar slaat de klok. Dat hoor ik ook, ja. Sst! Hoor ik daar geen deur piepen? De kaartplank. Wat is het voor gebons? Warempel, dat zijn voetstappen. Er loopt iemand boven. Laten we gaan kijken, Sebastiaan. Nee. Ik blijf liever hier bij de deur. Zoals je wilt. Wacht. Er komt iemand de trap af. Help! Een spook. Een witte gedaante. Schieten, meneer Sesemann. Wacht eens. Het is maar een klein spookje. Ik ken dat figuurtje. Het is... Ach, jee. Het is Heidi. In haar witte nachtpon. Bah. Om ons zo aan de schrikken te maken. Zal ik haar een standje geven? Nee, stil eens. Ik geloof dat ze slaapt. Ze wandelt in haar slaap. Dit is heel ernstig, Sebastiaan. We mogen haar niet wakker maken. Dat kon wel eens een heel erge schok voor haar zijn. We moeten de dokter waarschuwen. Sebastiaan, reed jij eens als de witte weerga naar dokter Klasse en vraag of hij onmiddellijk wil komen. En hoewel het nog middernacht was, kwam de dokter toch al binnen het kwartier aanlopen. Hij had zijn kleren over zijn pyjama aangetrokken en daardoor leek hij nog dikker dan anders. Heidi was ondertussen weer de trap opgegaan en lag weer in haar bedje. Dokter Klassen voelde haar puls en legde daarna een grote, kalme hand op haar voorhoofd. Heidi werd meteen wakker. Wat? Waar ben ik? Hier? In je eigen bedje. Bij de familie Sesemann. Oh. Ik droomde dat ik thuis was. Op de hooizolder bij opa in de hut. En dat ik het laddertje afkroop. En de voordeur opendeed. Want het was er zo warm in de hut. Ook mocht ik helpen met melken. En kruiden plukken. Dat had opa beloofd. Droom je dat vaak, Heidi? Iedere nacht. Maar telkens als ik wakker word, dan ben ik weer in Frankfurt in plaats van thuis in Zwitserland. Huil maar eens flink, Heidi. Dat zal je goed doen. Ik mag niet huilen. En wie niet? Van juffrouw Rottemeier. Ze zegt dat ik dan Clara van streek maak. Oh. Maar Clara is nu weer beter dankzij jou, Heidi. Maar nu ben je zelf ziek. Meneer Sesemann, wij moeten eens ernstig met elkaar praten. Ik denk dat Heidi zo gauw mogelijk terug moet naar Zwitserland. Hier moet onmiddellijk worden ingegrepen. Ja, Heidi was ziek. Van heimwee. En niemand had er iets van gemerkt. Meneer Sesemann schaamde zich diep. Ogenblikkelijk kwam hij in actie. Hij trommelde iedereen uit bed, liet de koffers van Heidi pakken, zorgde dat er brood kwam voor onderweg en diezelfde morgen nog zat Heidi al in de trein naar Zwitserland. Heidi wist niet wat er overkwam. Het ging allemaal zo vlug. Ze kreeg nauwelijks de tijd om afscheid te nemen van haar vriendinnetje Clara. Nu merkte ze pas hoeveel ze van haar was gaan houden. Maar gelukkig beloofde Clara dat ze zo gauw mogelijk bij Heidi zou komen logeren. In de berghut scharrelde opa wat heen en weer met lege kopjes en potten en pannen en andere vuile vaat.
Hij nam een slokje hoestdrank. Want nadat hij die zo plotseling vertrokken was, had opa kou gevat. Hij hoestte voortdurend. En ook zijn benen waren stram geworden. En hij had bovendien last van zijn rug. Het leek wel of opa jaren ouder geworden was. Wat is het hier toch een rommel. En nou is de kachel ook weer uitgegaan. Ach, was ik maar dood. Wat hoor ik? Voetstappen? Er komt iemand het bergpad op. Binnen! Opa! Opa! Hier ben ik weer! Heidi! Heidi! Ik ben weer thuis! Heidi! Ben jij het werkelijk? Opa! Ik ben zo blij weer bij u te zijn. Ik had zo'n heimwee. Oh, opa. Alles is nog precies als vroeger. Heidi. Zijn de geitjes er nog? Berlie en Schwanlie? Ja, ja. Oh, en Peter. Waar is Peter? Oh, die is aan het melken. Hij komt zo. Oh, blijf je echt bij ons, Heidi? Ja. Wat een verrassing. Het is net of de zon weer schijnt. Ik vergeet helemaal te hoesten. Oh, opa. Opa. Heidi. Het was waar. Opa hoestte niet meer en de pijn in zijn rug verdween. Het leek wel een wonder. Waar Heidi kwam, werden de mensen weer beter. Eerst Clara en nu opa. Maar wie misschien wel het meest blij was met de terugkeer, dat was Peter. Samen gingen ze net als vroeger weer met de geiten de Alpenweide in. En later kwam Clara ook nog logeren. En toen was het dubbelfeest. Dit alles is al heel lang geleden gebeurd. Hoe het nu verder met Heidi is gegaan? Tja, ze heeft nog heel veel avonturen meegemaakt. En die staan opgetekend in mooie boeken. Misschien lees je er nog wel eens een.